We gaan vandaag weer iets leuks doen. Oh, het stinkt in de... Dat is wat jij doet. Dat is wat jij losmaakt in mensen. Dat ziet er heel leuk uit op dat jurkje. Ik voel me helemaal een kind in de snoepwinkel. Gefaald. We trekken meteen hier het hele decor naar beneden. Ja. Nee, ik vind het wel echt een beetje alsof je bij de Miss Etam geshopt hebt. Dit was echt een aanrader. Motherfuckers wanna get famous. Bus guys that get dangerous, dangerous. Oh, lijkt wel weer Zuid-Frankrijk dit. Potverdorie, het wordt zweten. Ik zal even mijn grote bril... Oh, kijk, ik heb echt een ziek vette vintage bril. Kijk, je denkt, wat een gangster. Maar het is een erfstukje. Vet, hè? Ja, ik had eigenlijk ook mijn oma-bril moeten doen. Ja, je versage. Je versage. Ik heb er warm van. Ik ook nu al, we zijn nog niet eens begonnen. Ook nog een beetje verfrommeld uit, maar dat geeft niet. Want we gaan vandaag weer iets leuks doen. De ene laatste keer. Oh, ja. Ik denk de laatste keer dat we gewoon een box met tissues mee moeten nemen. Moet je janken. Ja, als ik er zo over nadenk vind ik het wel heel treurig worden. Maar, ik heb goed nieuws. Maar dat goede nieuws bewaar ik denk ik even voor volgende week. Ja, cliffhanger. Of voor volgende week. Voor de volgende shopvideo. Nou, ik hou het niet meer hoor. Nee, dat snap ik. Vandaag gaan we natuurlijk ook weer zalig shoppen. Waar rijdt deze bolide ons naartoe? Wij gaan naar de ReShare Store Den Haag. In Den Haag? Ja. En vorige keer hebben we natuurlijk een oproepje gedaan of mensen nog een gave challenge wisten. Oh. En ik heb er eentje. Ja? Ja. Mag ik die al weten of moet ik dat, is dat als voor in de winkel? Nee, ik denk dat ik hem vast nu al zeg tegen je, want dan kan je er vast mentaal op voorbereiden. Is een leuk? Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dit gaat doen. Let op, de challenge. Jij loopt natuurlijk altijd als een soort van rupsje nooit genoeg door die winkel. Graaien, pakken wat je pakken kan. Maar deze keer, I dare you, om onder een bepaald bedrag te blijven. Jeetje. Ja. En wat is het bepaalde bedrag? 15 euro. Jeetje. Een hele outfit voor 15 euro, wat er ook nog vet uitziet. Ja, die is wel heftig. Dat is wel heftig, hè? Ja. Dan ga ik even over naborrelen dan. Hè? Ga jij even in je hoofd erover naborrelen? 53 minuten voor. Oh, ik moet wel een gordel om. Een gordel om. Dat is veel te gevaarlijk. Zal ik dat ook maar even doen? Oh. Unsafe. Don't do it. Hey! Zijn we er weer lekker uit, hè? We zijn zo heerlijk eruit. Ik voel me elke keer weer toerist in eigen land. Zo echt een goede tip, mocht je deze tour nou ook Tour de ReShare. Ja, verveel je je in de zomervakantie. Ja. Ga lekker alle ReShares. Oprecht een hele goeie. Och, het stinkt in de kak. En jij in de kak gaan staan? Nee, toch? Oh, daar. Kijk, daar ligt hij. Oh, hele hond. Hi. Oh, cutie. Hallo. Hallo, cutie. Hallo. Ja. Kelly. 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 Kom maar. Kom maar. Ja, wandelen. Bye. Oh, cutie. Oh, cutie. Zijn we nou het beste? Kijk, we zijn er. Daar zijn we hoor. Oh, het ziet er wel heel groot uit, ja. Ja joh, het loopt helemaal door tot daar. Nee joh. Nee joh. Oh, actie, €1. Dus dit is al top natuurlijk voor de challenge. Hier, actie, €2. Dat ziet er heel leuk uit, ik wil dat jurkje. Dit is voor €2. €2. Ik moet zeggen, ik voel me helemaal een kind in de snoepwinkel. Ja. Ik kom hier binnen en ik zie nu al dingen. Oh, kijk, dat over heb je daarboven. Oh, ja. Oh, daar hangt ook een heel vet brilletje bij. Hoe kijk je tegen de challenge aan? Ja, 15 euro is wel lastig hoor. Kunnen we het vragen aan de eigenares? Ja, dat is makkelijk te doen. Ja? Ja. Het is natuurlijk wel altijd de kwestie of je het in je maat kan vinden. Maar een leuke outfit denk ik, ja. Dat het goed te doen is. Ik denk de meeste outfits die ik hiervan aan had zijn ook rond de 15 euro. Dus dat nou, geen mooie hoop. Dat moet goed komen. Ja. Als jullie je eigen ondergoed bij hebben. Ja. Kon je je niet meer beheersen? Nee, ik kom niet inhouden. Je hebt je koffie nog niet op en je staat toch alweer in de rekjes te neuzen. Even kijken. Je weet het niet, hè? Straks wordt het allemaal gewoon... Ja, precies. Dat is natuurlijk altijd het gevaar met vintage. Wij hebben dus net gehoord van Jonne, de store-eigenares, dat de vintage hoek is dus volledig unisex. En dat is natuurlijk fantastisch, want wij hebben natuurlijk altijd al ruzie over wie welk item mee naar huis mag nemen. Oh, dit is een padel hoor. Ga ik niet aan doen hè? Nee? Oh. Nee. Oh, die is ook leuk. Leuk printje. Ja. Ook leuk printje. Blommetjes. Oeh. Summer passion. Yeah. Bij de broekjes te beginnen. Vind ik handig. Als een goede basis. Ja. Zo'n Labrador poepkleurige broek vind ik ook altijd wel leuk hoor. Dit? Ja. Dit vind ik misschien nog wel... Ja, een beetje pantalonnetje. Dit vind ik wel echt summer hoor. Met een vet overhemdje. Precies. En dan zitten we op het prijsje van... Oeh, dat is belangrijk. Hoe duur is het? 5 euro. 5 euro. 10 euro voor nou, dat moet toch lukken. Is dit een broekje? Ja, dit is een broekje. Ik ben er wel een beetje funky gegaan, maar ik dacht, volgens mij pas ik hier met mijn poepetje wel in. Ja, oh, dat is wel echt, het is bijna een broekrokje, fantastisch. Ja. Cute. Ik denk dat daar ook een hondje in past in dat tasje, die puppy die we net zagen. die past er wel in, sowieso. Die past er wel in, ja. Ik zat nog even te kijken naar kekke accessoires, weet je wel. Deze is vet. Die is wel echt vet. Ik denk oprecht dat ik dat ook nog wel gewoon... Ja, oké, prima rok hoor. Gewoon rokken, zo'n family pack. Ja. Echt lederen. Die past hier in het budget. Dat is de grote vraag nu. Dat is de grote vraag. Oh. Het hoort zo. Oh, gelukkig. Dat is 4 eurotjes. Beetje hoor. Nee, ik vind het wel echt een beetje alsof je bij de Miss Etam geshopt hebt. Wat is daar mis mee? Ja, niks. Maar gewoon, het is net niet helemaal jouw fitje. Oh, staat alweer bloot hier in de ReShare Store. Kies, ik heb eigenlijk nog iets van een bovenkleding nodig. Jij hebt iets van een bovenkleding. Ik wil eigenlijk een funky blouseje. Dat is een beetje bij jou matcht. Zeg dat dan gelijk. Zeg dat dan gelijk. Ja, moet ik voor die? Ik vind eigenlijk wel dat je die moet proberen. Ik heb geen influencer. Ik heb geen influencer. Draai even, draai even. Nee, ik heb wel draai even. Turuluri worden als we naar elkaar kijken. Geïnfluenced. Ik heb gewoon geïnfluenced. Jij hebt gewoon geïnfluenced. Instant. Je hangt er terug en instant. Bam. Dat is wat jij doet. Dat is wat jij losmaakt in mensen. Ik wil dat jurkje. Pak hem. Pak hem. Maar ik kan daar natuurlijk nooit bij. Ja, dus? Jonne? Mag ik heel vervelend zijn? Mag ik die? Ik wil even die andere vraag. Oh ja. Gewoon, we trekken meteen hier het hele decor naar beneden. Ja. Yes! Nice. Thank you. En mag ik dan ook nog vervelend zijn en ook dat bloesje vragen? Dan noem ik jouw rupsje nooit genoeg. Ja, dat wil ik zeggen. Ook wel een leuke zonnebril. Ja, zeker. Mag je er ook bij passen? Helemaal in het thema. Oh, deze is wel 7 euro. En wat kost die bril? Die is gratis. Oh, dit is een vet brilletje. Tips? Nee, tips? Bril. Tips? Ja, oké. Heel vet. Ja. Hey, maar ik denk nu wel inmiddels dat ik de buit binnen heb. Denk ook. Ik denk dat wij even moeten passen. Oh, een tasje. Hé, maar dit is wel echt een goed blouseje. Ja, toch? Die blouse eigenlijk wel lekker. Ja? Een heel gek zakje in met een ritje. Voor de zakkenrollers. Voor al die zieke cash monies. Grote vraag. Hoeveel kost dit? Ben je binnen het budget gebleven? Oeh, 13 euro. Oeh, denk ik. Nou, dan denk ik het niet. Ah, dat is jammer. 5 euro. 5 euro en deze was 2,50. 4 euro. Gefaald. Nou, ga jij maar even eentje doen. Ga jij maar even laten zien. Ik zal eens even laten zien hoe je binnen het budget blijft. Oh, keihard. Dit is wel een goed lookje hoor. Is het vet? Ja. Oh ja. En? De prijs? Wat denk je? Ik denk onder de 15, want anders ben je niet zo blij. Deze? Dat is een euro, 2 euro. Deze? 7 euro. En het brilletje hing er gratis bij. Dus dan zit je nog onder de 10 euro. Dus je zou zelfs nog schoentjes bij kunnen halen. Oh ja. Ja, heel mooi. Nee, goed lookje. Goed hè? Denk jij dat je hier tegenop kan? Qua prijs of qua... Qua prijs en qua fit en qua alles? Dat denk ik wel. Oké. Nou, hup. Je hebt een nieuwe jury, Gies. Een nieuwe jury? Ja. Is hij harig? Hij is heel judgy. Hallo knappert. Ja, ja, ja. Ik denk dat het meest gelukt trouwens nu. Ja? Is dit het? Nou ja, het is in ieder geval onder de 15 euro. Dat wil ik wel eens meemaken. Raak papa. Oeh, tasje erbij zelfs. Past dat binnen het budget? Dat past binnen het budget. Ja. Oh, ik vind dit wel echt een Giesbert lookje hoor. Ja. Maar jij zegt wel 15 euro. Laten zien dan. 5 euro. Check. 8 euro. Ik zit er overheen, het is duur. Dat het 2 euro was. Voor het beeld zeggen we, tasje is 2 euro. 4 euro. Ja, maar het tasje maakt het wel echt af. Ja, toch? Ja, vet. Maar zonder tasje zit je dus ruim binnen het budget. Ja. Zit Rosalie, je zit te groot. Wat zeg jij? We zien nou te groot. Ja, dit is maafholder. Ja. Kijk, als hij zo is het vet. Ja. Maar dan moet ik hem natuurlijk weer terug flippen. En hij is niet binnen het budget. Het is 18 euro. Ja, nee, dat kan niet. Ik dacht dat je het even zo laat zien hoe het Ja, ik dacht ik laat het even zien, maar nee, nog één poging. Is goed. Zie je me nou uit te lachen? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik vind het printje heel vet, maar het is een beetje een raar... Een beetje cowgirl. Ja, maar een beetje een raar modelletje of zo. Hoe ligt dat aan mij? Het is wel zo bedoeld. Ik vind hem wel vet. Binnen het budget? Ja, 11 euro. Ze vinden hem ook goed. Mooi hè? 11 euro. 11 euro. Nou, daar kan je toch niet voor laten liggen? Dank u wel. We hebben deze keer de schade beperkt gehouden. We zijn binnen het budget gebleven. Ja. Nou, goed van jullie. Goed hè? Alleen is nog de prangende vraag wat natuurlijk dit brilletje kost. €1. Oh, nou dan zit ik nog steeds met het budget. Hier zit je eigen label. Ja. Keep smiling. Smiling. Keep smiling fashion. Mooi, dankjewel hè. Werk ze nog. Doei. Was fantastisch. Doei. Dit was echt een aanrader. Zeker. Echt een aanrader. Sowieso City is super fun om nog even een rondje te lopen. En de ReShare Store was echt wel een toppertje. Ja, vond ik ook. Jonne is ook echt super gezellig. Hele leuke meid. Goede stijl ook. Dus je kan goede stijladvies geven. En ze hadden gewoon echt vet dingen. Ja. En dus heel goedkoop. En we een tasje meegenomen. Zeker een tasje meegenomen. Ja. Dit was de ene laatste keer. Ja. Janken. Janken met de pet op. Janken met de pet op. Dus we hebben nog één super fun ReShare Store op het lijstje staan. In Grun. Ik moet zeggen dat ik het wel weer echt heel erg leuk vond om een challenge te doen. Ja, dus kom maar met een challenge voor de volgende. Ja, dus mochten jullie nou nog iets weten, let het dus vooral in de comments. Ja. Dankjewel weer voor het kijken. Vonden jullie dit superleuk? Thumbs up. Oh. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En hele dikke groetjes. Doei!